En dat heeft me wel geactiveerd. Alle dingen over jou, maar het zijn stappen geweest. Stappen van bevrijding. Dat je met jezelf. Die mij in ieder geval nog niet bekend zijn, dan ken ik ook niet iedereen, maar er zijn veel gezichten bij die ik nog niet eerder heb gezien. Dat vind ik echt gaaf, want hoe meer mensen dit dragen en uitdragen de wereld in, hoe liever het ons is. En we hopen hier gewoon een mooie dag van te maken. De dag is eigenlijk een beetje, we hebben een globale opzet gemaakt. De bedoeling was oorspronkelijk van mij uit om meer met elkaar informeel samen op te trekken, zoals wij Roeland en ik samen een live team hebben, vanuit het kaartje, dat je samen komt, samen bidt en de dingen doet die Jezus zou doen in de wereld, hè? Het licht zijn van Jezus voor de wereld. Maar de momenten dat wij elkaar zagen, dat 2-3 keer per jaar, dan was er een seminar en dat is ook wel leuk dat je even kletst, maar dan is het toch vooral in stilte en luisteren. Dus dat uitgebreide en het informele, dat komt er niet zo van en dat is wat we eigenlijk wat meer willen, dat we elkaar vaker zien, delen, samen dingen doen, ook plezier hebben en op pad gaan. Dus ik hoop dat we dat ook zo gaan beleven met z'n allen. Nou, ik stel Roeland voor, mijn maatje, en Roeland gaat zelf even wat zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Doospolder in Emmeloord. God heeft een plan met de Doospolder, dus we hoe met jullie het met ons allemaal. Wie van jullie is hier? Wie van jullie is voor het eerst bij een samenkomst onder de vlag van JGLM? Kijk eens, hartelijk welkom. Er zit ook een soort kennismaking, zeg maar, van wat houdt JGLM een beetje in. Dat zal ik er iets over proberen te vertellen. En dan gaan we zo natuurlijk openen met gebed. We gaan onze Heer en Koning lofprijzen, eren, dankzeggen, aanbidden. En hem welkom heet natuurlijk in ons binnen. We gaan een stuk proclamatie gaan we doen. En dat JGLM zeg maar is begonnen bij John Leek. En toen hij overleden is, heeft Curly Blake zeg maar, heeft al zijn informatie zoveel mogelijk verzameld. En de gedachte en het hart van Curly Blake, zeg maar, hoe Jezus door hem heen werkte, zeg maar, heeft Curly Blake verzameld. En heeft hij zelf in zijn eigen leven is hij door heel veel dingen heen gegaan. Als het gaat over discipelschap, als het gaat over lijden, sterven, dood, genezing, doorbraak van het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van God brengen, zeg maar in de manier waarop. Dan hoop ik ook iets over te mogen delen. We hebben dit bedacht, zeg maar niet omdat we deskundig zijn, zeg maar, want ik ben nog maar pas zeg maar, bij JGLM, ik ben daar nog een broekje in. Zeg maar, kreeg aan de IJssel een jaar geleden, wanneer was het? Oktober 2018 was mijn eerste ontmoeting bij JGLM. En in maart hebben we ook weer een seminar gehad. En dit is voor mij dan de derde ontmoeting met JGLM. Ondertussen hebben we wel dagelijks, zelf bijna dagelijks, via video's van Curly Blake en de boeken die hij geschreven heeft, zeg maar, een beetje gelezen. En de gedachten. En ik ben er zelf ook mee bezig, zeg maar. Grotendeels ben ik het ermee eens, zeg maar. Sommige dingen wil ik nog zelf ook aan het uittesten, zeg maar, in de praktijk. Omdat je denkt, van, ja, ben ik de taak er helemaal achter, staat hier helemaal achter. En dat zal denk ik voor iedereen een wandel zijn, zeg maar, van je kunt het op een boek lezen. Maar als je in de praktijk bezig bent, zeg maar, je bent aan het bidden met mensen, dingen lukken wel, dingen lukken niet. Je hoort God spreken, het is natuurlijk ook een ontdekking bij jezelf van Heilige Geest, leidt mij in de volle waarheid. En dat is toch denk ik allemaal ons grootste verlangen. Een toets aan het woord. Zeg het? Een toets aan het woord. Het boek, ja zeker. Roeland is nog niet zo lang bij JGLM, zegt hij maar. Je loopt hier al zo lang mee, je ziet hoe het eruit ziet. Wij ook niet zo lang. Ja, het mooie is als je het woord van God leest, je wordt zelf gelezen door het woord van God. Dat is gewoon geweldig. Kort, ik heb een paar bijbels meegenomen, sowieso mocht je ze niet bij je hebben, mag je hem pakken. Maar verder, ik had het idee dat ik ze mee moest nemen, dus als iemand zegt van hé, maar gaaf, dit kan ik uitdelen voor mijn groep of wat dan ook,
Er ligt een doosje vol. Als het te weinig is, ik heb meer. Ja. Er liggen nog meer boeken om de hoek, vul maar gelijk even aan. Angela heeft allemaal spullen meegenomen en Jetje hem. Ja. Ja. Dus als je zegt van ik wil daar wel eens wat van weten, wat ligt er, wat is er al geschreven, dan ligt het om de hoek te koop. Ja, prijzen liggen er misschien bij, maar dan komen we uit. In maart hadden we een seminar en we zagen dat het bestuur van JGLM Nederland op Benelux nogal druk was. Was ook een van de dingen waarop we zeiden van weet je wat, wij proberen ook wat te organiseren. Zonder dat hun zeg maar daar een rol in hoeft te hebben. Maar wel dat we hen eren. Het is geen, we eren het bestuur, we willen hen zegenen. En bedanken zeg maar voor wat ze daar allemaal in doen. En we willen gewoon zeg maar, samen gewoon hier een stuk neerzetten met elkaar. Dat we hier Jezus Christus zoeken. Elkaars hart vinden, bemoedigen, sterken. We gaan een soort outreach doen. Er zijn mensen hier in Noordoostpolen, ja, ze zijn ofwel gered of ze zijn niet gered. Dus ze zijn in het Koninkrijk der Duisternis of niet. En het zou geweldig zijn als we vandaag ook mensen harten mogen aanraken met het bloed van Jezus, met het woord van Jezus. En ze mogen genezen en bevrijden. En dat het Koninkrijk van God gebouwd wordt. Amen. Dat, halleluja. Zullen we de Heer Jezus uitnodigen? En ik zou zeggen, hou je ervan om in tongen te bidden? Hou je ervan om los te gaan? Is iedereen er bekend mee? Is iedereen er bekend mee? Ik zou zeggen, doe, ga. Nou, wat de Heilige Geest op je hart legt. Zijn er ook mensen die niet bekend zijn met tongen te houden? Nee. Ja? Ik vind het erg als zij het doen. Ik heb het wel gezien, ook op video's en op YouTube. Ik heb het één keer meegemaakt in een dienst. Maar ik ben er niet mee bekend. Nee. En ik denk ook van, ja, ik zou het wel willen. Het lijkt me een geweldige ervaring. Ja, dus. Gaan we weten hoe het moet? Ja. Nou, dat kan in de loop van de dag voor me geluisterd. Dan kunnen we dat met elkaar over praten. Ik zal mijn mouw verrast ermee. Ik wil dat ook. Misschien zijn er twee. Mogen er een paar mensen de hand opleggen voor? Ja, ja. Luisteren naar Tongentaal is ook heel mooi. Ja. Ik had een ongelovige vader die zegt, het enige wat ik leuk vind van jullie gekke geloof is jullie tongentaal. Ja. Het is uiteindelijk ook gered. Dus het nodig uit om te luisteren. Dus ontdek de taal, want de taal herken je aan de terugkomende woorden. Ja, want ik dacht ook een keer toen ik zo'n YouTube filmpje, ik dacht ja, dit heb je uit je hoofd geleerd, want ik hoor steeds hetzelfde. Met de wedergeboorte zeg maar, is onze geest uit de Heilige Geest geworden. En het is een taal van de geest. Dus in 1 Korinthe 14 ook, het is, je kunt het gebruiken voor lofprijs, voor voorbeden, voor aanbidding, voor doorbreken. En van onze geest gaat rechtstreeks in de Engelse talen of in de hemelse talen. Dan gaan wij in de hemelse gewesten gewoon samen met de Heilige Geest bewegen, spreken en doen. En weet je dan ook wat er uit je mond komt? Soms wel, soms niet. Als we vragen, Heilige Geest wil je vertaling brengen, zeg maar, dan willen we dat vertalen. Maar we merken, zoals ook in Johannes 4 ook zegt, van, we kunnen niet door de Heilige Geest geleid iets zeggen wat zeg maar, tegen zijn koninkrijk ingaat. Dus de Heilige Geest leidt ons en we gaan zo in de volheid zeg maar, en ons denken. Wordt daarbij niet gebruikt, zeg maar. Dus alle aardse elementen in ons leven, zeg maar, die worden gepasseerd, zeg maar. Dus dat gaat rechtstreeks van geest tot geest. En dat maakt, zeg maar, dat ook de engelen, zeg maar, die gaan erop bewegen. Zeg maar, het heeft heel veel effect in Nederlandse gewesten. Maar als ik even onderbreken? Dit is op zich, het zijn hele zinnige vragen en er valt heel veel te vertellen. Maar ik denk dat het beter een andere keer kan, of een ander moment. Ja. En er kan zelfs wel een dag aan gewijd worden, denk ik. Dat is zoveel over te vertellen. Zullen we God gewoon loofprijzen naar binnen? En mag u gerust bij gaan staan, of bij gaan knielen, of bij wat u maar wil. Wees vrij. En dan gaan we weer loven en prijzen. Ja? Halleluja. Vader, dat we wel heerlijk nodig hebben. Ja, u is onze koning, u is onze God, u is onze Heer, u is onze verlosser. Heer Jezus, dank u wel. Voor het loof, u prijs, u eer, u bidden. Halleluja.
Vul ons, Heer de Geest, spreek tot ons hart, Heer. Openbaart u zich aan ons opnieuw en opnieuw. Gloria, God. Spreek, Heer, we zegenen iedereen die er is, de kracht van de bloed is van de Heer. Een diep inwerking van uw eigen geest. Zegen iedereen die deze dag hier meemaakt. Dank u, Vader, dat u deze dag gegeven hebt aan uw bloed. Uw offer, uw opstanding, de hemelvaart, u zit aan de rechterhand van God. U komt toe alle lof, eer, prijs en dank. En wij zijn de kracht. U hebt alle heerschappij in hemel, de aarde, onder de aarde. Elke knie buigt voor de naam van Jezus Christus. Elke knie buigt en buigt en buigt voor de naam van Jezus Christus. Halleluja. En toen, Heer, maakt u Pinkster. We zijn in de oogsttijd. Zoals u zegt in Spreuken 10, vers 5. Welzalig de zoon die 's morgens vroeg opstaat en de hele dag bezig is met het oogsten. En Heer, het is een schande, die zoon die slaapt in de oogsttijd. Heer, wij kiezen ervoor, Vader, door uw genade aangestuurd. Om te bewegen, om oogster te zijn. We bidden ook, Vader, om meer arbeiders in de oogst, want de oogst is groot en u bent de Heer van de oogst. Dat deze dag in dat teken mag staan. Dat elk van ons door u dat ontvangt. Deze wat wij nodig hebben in uw wandel met u en om vruchtbaar te zijn aan u. In uw naam.
uw naam te verheerlijken, Vader. Dank u wel. Dat ieder van ons die wordt aangeraakt in Jezus' naam de hele dag door. Met uw zalving, met uw kracht en uw heerlijkheid. En Heer, dat wij ja, u loven, prijzen. Eén ding hebben we van de Heer gevraagd. En dit zoeken we, Heer. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Halleluja. Intimiteit met u is het allereerste, het allerhoogste, het allergrootste. Dank u wel, Vader. Van daaruit mogen wij vandaag bewegen. Heer, draag die intimiteit met ons mee. Heer, daar zijn we zuinig op. Vader, u wil geschieden in ons leven. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Ik ben me voorstellen. Voorstellen? Ja, nog verder. Oké, ja. Jezus is hier. Ja, laten we verder. In 97 ben ik tot wedergeboorte gekomen. En verschillende keren afgedwaald. En God heeft mij elke keer weer teruggehaald. Zeg maar, dat is gewoon heel erg mooi. En daarmee heb ik gewoon veel ervaring met de vergeving van de Heer Jezus. En met de genade van de Heer Jezus. En ja, God is zo geweldig. En zo mooi, zo goed. Dat, het genezen van mensen. Ik heb vroeger, zeg maar, toen was ik op camping en toen zat mijn vinger tussen de, zo'n autootje waarmee ik kon spelen. En mijn vinger kwam tussen de deur en ik kreeg dezelfde deur niet open van die auto, dus ik bleef vastzitten. En dan moest ik eigenlijk aan denken, zeg maar, zo van help, help. En zeg maar, als mijn vader dan zou zeggen van, nou Roland, weet wel, we hebben eeuwig leven. Weet je wel, God is bij je, weet je wel, en dat soort dingen, dat is allemaal waar. Maar gelukkig deed hij ook even de deur open. Zo. Dus, en zo is het ook met de bediening van JGRM, zeg maar. Van Jezus houdt van elk mens, maar de nood waarin ze zitten, dan hebben we ook zalving van God ontvangen om die nood te lenigen. Als ze jukken zijn, onze zalving die we van God ontvangen is sterker dan het juk. We mogen die zalving, die jukken verbreken. We kunnen de liefde van God aantonen met het uitdelen van genezing. Van het kleine. Zeg maar. We hebben vorige week waren in Staphorst en we hebben met een man een tijd gepraat. Hij was 72 jaar. Hij begon te huilen, allerlei dingen over zijn hart, over zijn leven te vertellen. Maar dan nam Jezus nog niet aan. Dat was hem toch te ver. Maar toen vroegen hem: heb je ergens pijn? Toen had hij last van zijn ene knie, zijn linker knie. En zei: mogen met je, dan mogen we er verbidden. Ja, dat mocht. Hand opleggen, ja, mag. Dus in de naam van Jezus, pijn verdwijnt uit de knie, knie genees. Hoeveel pijn hebben we nu nog van 0 tot 10? Ja, van 9 is het naar 6. Ook nog een keer willen, ja dat mag. Nog een keer geweest van 6 naar 0. Naar 0, ik heb geen enkele pijn meer. Die man begon weer te huilen. En dan zegt hij, op mijn 16e jaar ben ik met mijn knie onder een bus gekomen. Vanaf mijn 16e tot mijn 72e heb ik altijd last gehad van mijn knie. Ik wou bij de commando's en dat kon niet. Er waren zoveel dingen in mijn leven die niet konden. En nu ben ik van het juk af. Dat is gewoon een voorbeeld van de liefde van de Heer Jezus Christus in de praktijk. En dat is wat we met elkaar, onszelf en anderen mogen zegenen met de kracht en het bloed van het Lam. Halleluja. De proclamaties die we zouden doen. Ik kan me ook even voorstellen. Ja, oh sorry. Ja? Ja. Ik denk Roland die heeft het vuur voorgesteld. En zoals ook ken ik hem ook, zo op heerlijk moment met pad te zijn. Ik ben zelf iemand die het graag doet. Ik ben een jaar of twee geleden met Curry Beek in aanraking gekomen. We zijn samen in Bramsje geweest, Duitsland. En ik was eigenlijk direct om van het gewoon het klip en klare no-nonsense gehalte van hem. Weet je, dit staat er in de Bijbel, dat moet je gewoon doen. En dat niet alleen, maar ook hoe je het moet doen. Nou, dat is mijn taal, dus ik vind het heerlijk. En vanaf dat moment ben ik meer gaan doen. Als er even wat te doen was hier, Jeetje en Benelux, was ik daarbij. En dat was mij nog niet genoeg, dus vandaar dat ik deze dag nog bij heb. En dat spreekt me gewoon heel erg aan, want ik denk, we moeten ook doen wat er staat. En niet alleen weten dat, hè, we moeten ons denken vernieuwen. Ja, dat is waar, maar hoe doe je dat? Als je het niet weet, ja, dan ben je ook niet geneigd het snel te doen. Als je het paadje één keer loopt, dan pak je het makkelijker weer op. Dus, nou, wat ik bijvoorbeeld ook tegenkwam, ik heb wel een blaadje erbij. In een brief aan de Hebreeën, daar staat heel mooi, dat staat in Hebreeën 10. Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar elkaar aansporen. En dat zoveel meer te zien als de dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dus daar staat eigenlijk in wat ik van binnen ook voelde van, we moeten elkaar aansporen, aanvuren, tot goede werken. En ja, dat doe je als je elkaar ook geregeld ziet en een relatie hebt. Dus dat vond ik fijn om dat erbij te halen. Dat las ik en denk, ja, dat hoort hierbij, klopt helemaal. We kunnen inderdaad niet alles verwachten van een bestuur, die hebben ook een eigen leven. En dat is ook helemaal niet erg, want het is gewoon geweldig om hier informeel met elkaar, wat ik ook zei, we staan niet boven jullie, we zijn allemaal onder het woord. We zijn naast elkaar en met elkaar maken we deze dag. Dus ja, dit is mijn stukje. Programmatie van mijn telefoon. Oh, je hebt mij uitgegroeid. Ja. Die telefoon kreeg ik niet. Vind je het goed om erbij te gaan staan? Dan gaan we een stuk programmatie doen. Zal ik een zin voorspreken dat jullie mij dan naspreken? En proclameren is echt, zeg maar, stoot in de hemelse gewesten. Het is echt proclameren. Het is, zeg maar, bouw, neerzetten, zeg maar. Welk jaar? Jezus is Heer. Jezus is Heer. Hij is Heer over mij. Hij is Heer over mij. Heer over mijn huis. Heer over mijn huis. Heer over mijn gezondheid. Heer over mijn gezondheid. Heer over mijn financiën. Heer over mijn financiën. Heer over mijn familie. Heer over mijn familie. Heer over al mijn eigendommen. Heer over al mijn eigendommen. Mijn eigendommen behoren aan Hem toe. Mijn eigendommen behoren aan Hem toe. En dus kan de duivel die niet aanraken. En dus kan de duivel die niet aanraken. Jezus is Heer. Jezus is Heer. Ik heb een zalving die in mij blijft. Ik heb een zalving die in mij blijft. Niet eentje die komt en gaat. Niet eentje die komt en gaat. De zalving is blijvend. De zalving is blijvend. Het is de Heilige Geest zelf. Het is de Heilige Geest zelf. De volheid van God verblijft in Jezus Christus. De volheid van God verblijft in Jezus Christus. En Jezus Christus verblijft in mij. En Jezus Christus verblijft in mij. De Geest verblijft in mij. De Geest verblijft in mij. De Vader verblijft in mij. De Vader verblijft in mij. Ik ben zo vol van God. Ik ben zo vol van God. Dat er geen ruimte voor de duivel is. Dat er geen ruimte voor de duivel is. Er is geen ruimte voor de ziekte of kwalen. Er is geen ruimte voor de ziekte of kwalen. Er is alleen ruimte voor gezondheid en leven. Er is alleen ruimte voor gezondheid en leven. Ik heb zoveel gezondheid en leven. Ik heb zoveel gezondheid en leven. Dat ik overloop. Dat ik overloop. Mensen rondom mij raken geïnfecteerd met leven. Mensen rondom mij raken geïnfecteerd. Ze worden genezen. Ze worden genezen. Ze weten niet eens waarom. Ze weten niet eens waarom. Ik vertel het hen omdat ik het evangelie aan ieder schepsel vertel. Ik vertel het hen omdat ik het evangelie aan ieder schepsel vertel. Ik leg handen op de zieken. Ik leg handen op de zieken. En zij herstellen. En zij herstellen. Ik kan dezelfde werken doen die Jezus deed. Ik kan dezelfde werken doen die Jezus deed. En zelfs meer, omdat hij naar de Vader ging. En zelfs meer, omdat hij naar de Vader ging. Nu ga ik mijn licht laten schijnen. Nu ga ik mijn licht laten schijnen. Zodat de mensen mijn goede werken kunnen zien. Zodat de mensen mijn goede werken kunnen zien. En mijn Vader die in de hemel is, zullen verheerlijken. En de Vader die in de hemel is, zullen verheerlijken. Amen. Amen. Halleluja. Nee, dat niet. Nee. Nou, dan heb je ons niet. Dat is misschien nog iets.
Ja. Heb je dat gehoord? Ja. Hoorde je dat in je geest? Ik heb het al gezien.